Ja, vrienden. Valt het jullie ook op? Ja, dat moet wel. Ja. Dat links, hè. Ja, die kunnen zo verschrikkelijk slecht tegen hun verlies. Ja. Ik heb het al eerder gezegd, maar het wordt alsmaar erger. Pas geleden is er weer eentje geweest. Zo'n cabaretmeisje. En die krijgt dan een platform gewoon op NPO Radio 1. En die mag dan gewoon maar allemaal onzin uitbraken. En zo'n meisje, de ene Janneke, en die vertelt dan gewoon dat ze gewoon weer na de verkiezingsuitslag, door de grote winst van de Caroline, dat ze weer terug verlangt naar een dictatuur. Ze verlangt naar een dictatuur. Als een of ander rechtsextreem omroepje dat uitzendt, dan is de wereld te klein. Ja, en nu kan het gewoon passeren, vrienden. Ja, ze kunnen niet omgaan met het woord democratie bij links. Nee, want als het hun niet uitkomt, hè, de uitslag, als het even niet hun kant uitvalt of het bevalt u niet, ja, dan gaan ze gewoon zo tekeer. Ja, en dat hebben we gezien toen vroeger bij Fortuyn en eigenlijk ook bij Wilders. Ik bedoel, dat kunnen ze dus niet aan dan. Maar het woord democratie wil zeggen gewoon dat andere mensen ook iets anders kunnen stemmen. Hè? Ja. En wat ze dan ook doen, links, dan gaan ze je wegzetten als een idioot. Ja, want ze komen steeds maar terug met het beeld van, en dat vinden ze dan leuk om dat te herhalen. En dan zeggen ze, ja, de BBB-stemmer, hè, dat is een bejaarde. Hè, en die zijn ook nog eens een keer dom. Dat zeggen ze dan. Ja, hier, nou ja, hier, vrienden. Je kijkt naar hem. Je ziet hem. En bejaard ben ik. En volgens hun dom. Nou, kijk even goed naar mij, hier zo, even op profiel, nog even, hier heb je hem in beeld, hier heb je hem, de BBB-stemmer. Ja, en als je jezelf in de spiegel ziet en je bent toevallig niet bejaard, dan ben je gewoon alleen maar dom. Of, zoals zij dat zeggen, bij links, en weet je wel, dan noemen ze je anders intelligent. Oh ja, dat vinden ze dan leuk om mij en jullie, BBB-stemmers, om ons zo te beledigen. Ja, dan zijn wij ineens anders intelligent. Ja, nou, mij raken ze niet hoor. Ze zoeken het maar uit daar. Ja, dat jullie niet weten hoe een democratie werkt, dat is jullie probleem. Ja, daar, op links. En dan nog even wat, als ik moet kiezen tussen een slechte verliezer zijn of anders intelligent. En als ik die afweging moet maken, dan weet ik het wel hoor. Dan ben ik toch, ja, en jullie toch ook, veel liever anders intelligent.